Lamproe heeft niet laten zien dat hij beter is dan Erwin Mulder, zo stelt trainer Ronald Koeman. Dus Jan Dirk, je kan weer opgelucht ademhalen dit weekend. Nou, Lamproe heeft het naar vermogen gedaan, maar Mulder vind ik echt een betere keeper. Dit is FC Rijnmond. Welkom weer bij FC Rijnmond, als altijd op vrijdag en op zondag op TV Rijnmond. En daarin bespreken we het betaald voetbal van onze clubs uit de regio. Dat doen we als altijd op deze vrijdag met Jan-Dirk Stouten aan de desk. En naast hem aangeschoven, topscorer aller tijden in Europa voor Feyenoord. Ja, ik blijf het zeggen. De man die bij Feyenoord voetbalde, de man kwam net tot de conclusie die bij ADO voetbalde en FC Den Haag voetbalde. Zo kan het dus ook. Oud-trainer is van FC Dordrecht, Lex Schoenmaker. Lex, goed dat je er bent. Leuk dat je er bent. En fijn dat je er bent, want ja, je hebt toch een zwaar jaar achter de kiezen. Nou, dat viel wel mee hoor. Maar het gaat wel weer goed met je gezondheid toch, na een hartproblemen? Jawel. Daarvoor ging het ook wel goed, alleen ja. Ik wist niet wat me overkwam. En bij de een op de andere dag lag ik ineens in het ziekenhuis. En ja, heb ik 3 stents gekregen. Dus met andere woorden, ik ben nu weer stand-by. Gelukkig, maar het gaat weer helemaal goed met je. Ja, het gaat helemaal goed. Hey, even voor deze wedstrijd, want het is natuurlijk dit weekend Feyenoord-ADO Den Haag. Ben je nou voor Feyenoord of voor ADO Den Haag? Voor beide. Dat kan niet. Je moet kiezen. Nee. Want dat is gewoon. Dat zit gewoon in je. Kijk, ik ben natuurlijk jarenlang bij Feyenoord geweest. Ik heb daar getraind ook, assistenttrainer geweest. Dus ja, ik zit daar wel met gemengde gevoelens op de bank. Ja, dat kan me wel voorstellen. Boven dan, hè? Ja, boven, ja, precies. Jan Dirk, deze week in Sportweek was een interview met Aten Mos, die we allemaal nog kennen van zijn 2 fantastische maanden bij Sparta. En die zei: ik zie. Bij Feyenoord zie ik echt als titelkandidaat. Die zei het gewoon. Ja, Koeman voor NAC uit ook al. Het zou ook erg opportunistisch zijn om nu te zeggen dat is niet meer zo. Maar waarom niet? Feyenoord wisselt een aantal goede resultaten af met een gelijkspel afgelopen zondag in Breda. Maar dat kan een keer gebeuren. De komende week is wel cruciale. Hoe ga je de winterstop in? Ja, de komende 3 potjes met Heerenveen woensdag voor de beker en volgende week zondag thuis tegen Groningen gaan wel de gevoelstemperatuur in de komende maanden bepalen. Ja, dus eigenlijk gaan we een hele cruciale fase in. Ja, belangrijke week. Goed, we gaan eens kijken wat er de afgelopen week eigenlijk allemaal gebeurde bij ons in de regio. Het was een emotioneel weekje. Een weekje dat begon met een indrukwekkende minuut stilte op alle sportvelden. En dan stond er ook nog een gevoelige derby op het programma. Excelsior tegen Sparta, de nummer 1 tegen de nummer laatst van de eerste divisie. Vooral Donovan Deekman stond erop dat hij zichzelf liet zien. Gevolg, een logische rode kaart, zou je zeggen. Maar de spelers, de trainer en de supporters wisten, compleet onbegrijpelijk, niet zo zeker of die kaart wel terecht was. En dus besloten ze in een weekend waarin alle voetbalwedstrijden en het gedrag van alle betrokkenen onder een vergrootglas lagen, volstrekt misplaatst enorm te protesteren tegen de arbitrage. Michel Vonk zei bloedserieus na het zien van de beelden: ik denk dat hij over hem heen springt. Wat volgde was een stortvloed aan kritiek op Sparta en haar trainer. Maar als je die beelden ziet en je durft dit dan nog te zeggen. Ja, ik zou me schamen als ik bij Sparta zou horen. En wat doe je dan als trainer als je daar 2 dagen over hebt kunnen nadenken? Dan bied je niet publiekelijk je excuses aan, maar dan zeg je: misschien had ik me anders moeten uitdrukken. Dat realiseer ik me wel in dit weekend. En dat is jammer. Dat ik dat gedaan heb misschien. Ja, misschien wel ja. Wellicht, misschien. En wat doe je dan als directeur van Sparta? Dan bied je natuurlijk wederom niet publiekelijk je excuses aan. Maar dan behandel je dat blijkbaar heel misschien wel intern. Toch, meneer Vloed? Het gaat erover dat ik intern met Michel dat heel duidelijk heb besproken. Ik heb dat zaterdagmiddag hier intern op een hele goede manier gedaan. Wat ik in de hand heb is hier intern. We hebben elke keer gesprekken intern. En dan zeg ik dat we dat intern uitstekend doen. KNVB-voorzitter Michael van Praag hield zijn reactie op de uitlatingen van Vonk niet bepaald intern. Ik vind dat soort trainers, die horen niet in onze sport thuis. De vraag is, was die opmerking van Vonk... ik denk dat hij over hem heen springt. Nu werkelijk zo idioot? Of is hier misschien iets anders aan de hand? Wat vindt de trainer bijvoorbeeld van dit paard? Haalt hij de sprong? Oh, refusal. Ik denk dat hij over hem heen springt. Grutjes! En wat vindt Vonk van deze man? Lukt het hem om over het raam heen te komen? Ik denk dat hij over hem heen springt. Aha, Michel Vonk kan er niks aan doen. Hij heeft gewoon iets aan zijn ogen. En daarom wilden wij eigenlijk vandaag publiekelijk onze excuses aanbieden aan de trainer van Sparta. Maar we hebben bij nader inzien besloten die excuses intern te houden. Tot slot dan. Omdat zelfs in de sportjournalistiek nuance zo nu en dan wel gepast is. Even voor alle duidelijkheid, wij vinden ook... je hebt geen oude vrouw beroofd, je hebt geen bank beroofd, je hebt niemand neergeslagen. Dus we moeten het niet overdrijven. Maar het had mooier gekund
en zeker de reactie daarna, had een nationale discussie kunnen voorkomen. Ja, dat zeg ik net. Ik had het misschien anders moeten verwoorden, maar wat ik zei, we hebben dat met elkaar besproken hier. De spelers hebben daar ook over mee gepraat en dat doen we eigenlijk elke week. En ook met de rode kaarten van vorig jaar meegenomen hebben we daar ook over gesproken. Nou, en dat is veel minder geworden. Ik vind dat we daar ook op een goede weg zijn. En het is ongelukkig wat er gebeurd is dit weekend. En daar moeten we van leren. En de volgende keer zullen we wat anders doen. Ja, we gaan er toch nog heel even op door. Want het gaat er in de week ook over, Jan-Dirk. Ik had het misschien anders moeten zeggen. Ik vraag me dan af, waar is de PR-communicatieman die zegt... Jongens, zeggen dat je het fout hebt gezien. Sorry dat je dat zo hebt gezegd. Ik wil er twee dingen over zeggen. Het laatste antwoord van Vonk vind ik wel goed. Hè? Want die zegt letterlijk, de volgende keer doe ik het anders. Ik begrijp van collega Dennis van Eersel, die wekelijks met Sparta is... dat Vloed en Vonk zich altijd even een paar minuutjes terugtrekken. Even wat dingen doornemen. Dat Vonk dan pas de media te woord staat. Bovendien heeft hij vorige week op beelden deze overtreding kunnen zien... voordat hij reageerde. Als je dan zegt, dit is niet goed, hebben we fout gedaan... ben je overal vanaf. Dat geven ze toch? Nu min of meer wel toe. Maar voortaan, waarom zeg je dat niet hardop? Nee, maar voortaan moet je dat gewoon doen. Dan is er een uitspraak van Michael van Praag. En dan schrijft gelukkig collega Short Moussou, die ook regelmatig op deze plek zit, van het Algemeen Dagblad een goede column. Want die zegt, Van Praag heeft niet zo heel veel recht van spreken. Hè? Als je als Nederlandse afgevaardigde in de FIFA Sepp Blatter steunt, corruptie bewezen, moet je vooral niet over anderen oordelen en roepen dat zij niet in het voetbal thuis horen. Ook dat is een waarheid. Maar om een lang verhaal kort te maken... Vonk zegt het op het laatst gelukkig goed, voortaan anders doen. Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt? Ben jij wel eens voor de camera, voor een microfoon verschenen na een rode kaart... en dat je eigenlijk wist, dit had hij niet moeten doen? Nee, we hebben nooit veel rode kaarten gehad bij ADO. Dus wat dat betreft hoeft hij ook niet te verontschuldigen. Je had ook geen spelers als Attenveld volgens mij vroeger in je selectie. Ja, maar goed, dat was een kniezoor die daarop lette dat hij een elleboog gaf. Ja, dat kan gebeuren, maar kijk... wij waren in die omstandigheid dat het... Dat het niet zo vaak herhaald werd toen? Nee, het werd wel vaak herhaald, maar dat was duidelijk gewoon. Nou, we hebben hem daar ook voor op het matje geroepen. En we hebben niet in de media uitgeroepen dat we het verkeerd gezien hadden. Of dat de scheidsrechter het verkeerd gezien had. Dus ik vind wel dat hij een keurige opmerking maakte, Michel Vonk. Dat hij het anders zou verwoorden. Nou, daarmee is de kous af. Klaar. Ja, maar zo gaat het in het voetbal ook. Ik bedoel, je gaat jezelf niet schuldig verklaren voordat je schuldig bent bewezen. Nee, maar goed, je krijgt door zo'n opmerking krijg je van alle kanten krijg je respons. En dan de ene is daar... Het gaat natuurlijk om het weekend, hè? Daar ging het natuurlijk vooral om. Het ging om het weekend goed, over respect. Dat is dan heel, ja, respect, dat is heel vervelend. Dat soort dingen dan weer gebeuren. Maar goed, ik denk in de voetballerij dat je het nooit helemaal uit kan sluiten. Er zal altijd weer wel wat gebeuren. Ja, Vloed zegt dan, we hebben alles intern besproken. Moet dat ook? Of mag je dat ook wel eens gewoon zeggen van, dit is onze maatregel, dit hebben we zo gedaan? Ja, kijk, ik heb vorige week op deze plek al gezegd, en die discussie moet je niet helemaal overdoen. Kijk, wij media zijn ook steeds op zoek naar een dader, hè? Of een slachtoffer, of een orgaan dat we de schuld kunnen geven. Ook wij spelen daar met z'n allen een rol. En de vraag is hoe het dit weekend verder gaat. Kijk, ook Vloed had hier gewoon kunnen zeggen, hebben we niet goed gedaan. Ben je ook weer van elke discussie af. Ja, die doet het dan in bedekte termen. Ja, wat dat betreft kunnen ze een beetje duidelijker zijn. Ja. Zullen we dan maar over Feyenoord gaan praten dit weekend tegen ADO Den Haag? Want daar Jan Maat er niet bij. En Koeman heeft een oplossing bedacht. Ja, El Abdelhaoui heeft het ook bij NAC als invaller goed gedaan. Hij kiest voor hem omdat hij hem eenzelfde type verdediger vindt. Die ook lekker mee naar voren komt. Ik vond hem verdedigend heel behoorlijk. Aan de bal wat minder sterk van de week. Ja, de enige spannende vraag is nog of Koeman Leer dan weer bij de selectie haalt. Daar wil hij pas morgen een besluit over nemen. Maar waarom morgen? Ja goed, kijk, dan maakt hij al zijn wedstrijdselectie bekend. En ze trainen morgen nog een keer. En dan horen die jongens daar van Koeman wie wel, wie niet. En dat vind ik wel logisch. Ja, Lex, het is een beetje tegenwoordig gebruikelijk in het voetbal. Als je contract niet wil verlengen, dan heb je ook geen recht meer op speelminuten. Nou ja, dat vind ik een beetje flauwekul. Want hij heeft een contract getekend voor een jaar. Dan begrijp ik wel wat Feyenoord wil. Loopt het af dit jaar of... Heeft hij daarna nog een jaar? Nee, het loopt nu af. Het is nu klaar. Dan is het zo dat ze natuurlijk nog wat geld willen vangen. Want wij hebben hetzelfde gehad met Kastelen. Die wilde ook per se niet verlengen. En die ging toen naar Feyenoord. Ja, dat is natuurlijk voor ons een aderlating van je welste. En ik denk dat het bij Feyenoord wel op te vangen is. Of nou Leer dan wel of niet meedoet. Ik bedoel, dat is geen... Het zal niet zo veranderen. Het is geen pellen, zeg maar. Nee, dat niet. Maar goed... Het vervelende is dat natuurlijk je onder druk gezet wordt als club door de managers vaak. Ja, we willen graag meer verdienen als hetgeen wat bij Feyenoord betaald wordt. Nou, Feyenoord wil er niet aan
toegeven. Dus dan krijg je zoiets van, jongens, wat doen we met die spelers? Dus ik hier bij Adel, misschien gaat hij wel naar Arnhem in de winterstop of zo. Ik noem zomaar een willekeurige stad. Maar je hebt toch al gezegd dat PSV is? Kijk, het is wel belangrijk dat hij dan nog wat oplevert. Want ze hebben natuurlijk wel redelijk veel geïnvesteerd. Nee, dat is toch voor alle partijen echt de beste oplossing. Als hij in de winterstop weggaat, kan Feyenoord toch een heel klein beetje geld vragen. En gaat hij werken aan een nieuwe toekomst. Ja. Lex, hoe kan je als trainer bezig zijn met corners en hoeks, dode spelmomenten? Ja, Feyenoord 20 tegendoelpunten, 13 uit een dood spelmoment. Ja, dat zegt natuurlijk soms ook wat aan de verdedigende mensen. Ze hebben normaal gesproken met Indy en Matthijssen. En De Vrij hebben ze natuurlijk redelijk goede koppers. Nou, vlak immers niet uit. Die kan verdedigend ook aardig zijn mannetje staan. Ja, Klassie, dat is dan een lijnverdediger meer. Ja, en je bent ook natuurlijk afhankelijk van je keeper. En de doelpunten die gevallen zijn, zijn toch bij deze laatste keeper het meest gevallen. Omdat Lamproe dan? Ja, die is dan toch ietsje minder 5 meter gebied sterk uitkomend als Mulder. Mulder heb ik afgelopen maanden gezien bij Jong Feyenoord Excelsior. Ja, tegen NAC. En die heerst dan toch wat meer in de 5 meter. En er staat natuurlijk wel een behoorlijke grote kerel in de goal. Nou, zeker nu, want hij is wel breder geworden, Jan Dirk. Ja, ik heb vandaag gesproken, geïnterviewd. Hij is echt breder en sterker geworden met zijn bovenlichaam met name. Kon natuurlijk een tijdje het veld niet op. Heeft toen veel in het krachthonk gezeten. Is daar goed begeleid door bij Feyenoord. En hij is echt sterker geworden. Voelt zich ook eigenlijk beter dan daarvoor. En toen was hij al een goede fase bezig voor zijn blessure. Maar zou dat ook een beetje, wat Lex nu zegt, de keeper, de rol van de keeper is daarin dus kennelijk ook misschien wel cruciaal. Ja, tuurlijk, maar je kunt Lamproe niet verwijten dat die klein is. Dan kan je die jongen nooit kwaad nemen. Nee. Maar natuurlijk een grotere keeper, die heerst meer. Hij heeft ook hele goede momenten gehad in de wedstrijd. Ja. Maar juist tegen NAC. Ja, zag je en met, dan zag je het gewoon dat hij eigenlijk wilde, maar bleef staan. Mm-hmm. En waardoor ze allebei vanuit een corner de bal inkopte. En die bal was natuurlijk wel heel goed de eerste keer van Verbeek goed aangesneden. Maar dan toch moet zo'n bal voor de keeper zijn. Ja, en dat was niet altijd het geval. Hij is dus terug, Mulder. Dat is belangrijk. Dat hele elftal. Ik ga even kijken naar jou. Okay, jij bent spits geweest natuurlijk bij Feyenoord. Hoe vind jij Pelle? Ja, ik vind voor Feyenoord. Maar dat vond ik ook van Kutjonsson. En dat vond ik ook van die bij Inter gespeeld. Hè, vond ik ook een goede spits. Castanjos. Dus, ja, Castanjos was natuurlijk een jonge spits. Ja. Dus die heeft alle mogelijkheden om toch wel tot een goede spits uit te groeien. Maar vond jij Pelle, toen je dat hoorde, een typische Feyenoord-spits toen hij voor het eerst kwam? Dacht je, nou, dat is een waardige opvolger voor mij daarvoor in? Nou, niet van mij, maar van Pidetti, hè? Ja, van onze Engelse spits. Hè? Dat was eigenlijk wel, of nou, het is meer een Zweed. Hè? Ja, het is een Zweed. Maar joh, iedere spits die bij Feyenoord doelpunten maakt, die is gewoon goed, klaar. En hoe die ze maakt, dat maakt in principe niet zo gek veel uit. Want daar sta je voor. En als je het niet maakt, dan krijg je de hoon over je heen. Dus, en zo werkt dat. Ja, we gaan zo meteen verder praten over Feyenoord nog. En over onder andere natuurlijk ook Lex Immers. En of je mag juichen of niet. Maar we gaan eerst even praten over FC Dordrecht. Want dat doet het dus goed, hebben we al geconstateerd. En dat allemaal aan de hand van een interim trainer. Een man die het overnam. We kennen de situatie in Dordrecht met trainer Theo Bos. Maar Harry van der Ham is de man die de boel nu waarneemt, overneemt en met succes. Maar wij willen wel eens meer van deze man weten. Harry van den Ham is nu 5 maanden interim trainer van FC Dordrecht. Dat is langer dan gepland, want de hoop was dat zijn voorganger Theo Bos de strijd tegen alvleesklierkanker in die periode zou winnen en terug zou keren. Dat is nog niet gebeurd. En dat brengt Van den Ham in een lastige situatie, want hij combineert zijn baan als trainer met zijn eigen bedrijf. De praktijk is dat je als trainercoach in betaald voetbal is 24/7. Dat is 24 uur per dag. En daar ligt ook wel mijn focus en sowieso mijn passie. Maar ik, in beginsel had ik wel zoiets van, nou, dat moet wel te combineren zijn. Achteraf gezien valt dat behoorlijk tegen. Want na de training moet Van den Ham gelijk weg. Jongens, we zien elkaar morgen. Ik heb 2 uur afspraak in Almere. Dankjewel. Dankjewel. In Almere staat het hoofdkantoor van het Leger des Heils. Als intermediair bracht Van den Ham het leger in contact met bedrijven die voordelig en verantwoord verlichting en bedrijfskleding leveren. Ik heb behoorlijk wat clubs in betaald voetbal gehad en elke club heeft 100 sponsors aan zich verbonden. Dus het is voor mij wat makkelijker om bij de sponsors binnen te komen.
Dus daar probeerde ik dus als intermediair bedrijf bij elkaar te brengen. En met name voor het Leger des Heils doet hij dat vol overgave. En zijn ze, net als bij FC Dordrecht, tevreden over zijn werk. Een van de belangrijkste zaken die je met een partner of met een leverancier toch al hebben, is dat er moet een bepaalde klik zijn. En die klik die was er eigenlijk wel vrijwel direct met Harry. Dat is een fantastische organisatie die heel veel doet, voor, zeker voor de mensen van de onderkant van de maatschappij. Probeer daar weer structuren in aan te brengen in het leven van die mensen. En dat is iets waar ik heel erg het Leger des Heils in waardeer. Toch lijkt er binnenkort een einde aan de samenwerking te komen. Want banen als intermediair en trainer van FC Dordrecht combineren gaat niet. Dat betekent dat ik dus keuzes moet gaan maken. En op wat voor termijn wil je daar een beslissing in maken? Nou, ik heb een evaluatiemoment met de voorzitter Ad Heijsman en technisch directeur Marco Bogers. Na de winterstop. Dus dan is het vroeg genoeg om een beslissing daarin te nemen. En als je diep in je hart kijkt, wat wil je het liefst? Ja, wat denk je zelf? Voetbal. Harry van der Ham, trainer van FC Dordrecht. Ja, wat is jouw gevoel bij, bij deze toekomst van hem, ja, als trainer? Harry van der Ham is een heel beschaafde man en daar ligt best een dilemma. Kijk, Dordrecht is zeer tevreden over Van der Ham. Resultaten zijn fantastisch, samenwerking is goed. Van der Ham wordt door Bogers ook beschouwd als een heel integere trainer. Nou, er zijn ook andere type trainers, zullen we maar zeggen, ja, in betaalde voetbal. En die samenwerking verloopt goed. Alleen wat wel zo is, kijk, als Van der Ham zijn bedrijf gedeeltelijk zou willen stopzetten, wil hij logischerwijs meer geld verdienen bij compensatie Dordrecht. Compensatie natuurlijk, ja. Dan wil je een compensatie. Maar ja, geld bij FC Dordrecht, daar moet je heel creatief zijn als technisch manager. Dus Bogers en hij hebben daar wel een flink gesprek met elkaar te voeren. Ja, dat gaan ze nog doen, hè? Die gesprekken, ja, zijn er nu nog niet. Jij gaat vaak naar Dordrecht toe, want ADO Den Haag, jouw werkgever, werkt nauw samen met FC Dordrecht, een samenwerkingsverband. Ja. Wat is de kracht van FC Dordrecht als je naar die wedstrijden kijkt? Nou, dat ze natuurlijk ook ieder jaar toch weer andere spelers moeten inpassen. En ik vind het wel knap de manier waarop ze het doen. Ik bedoel, we hebben vorig jaar met Beugelsdijk dat gezien. Als je dan ziet wat die progressie heeft gemaakt in die wedstrijden dat hij gespeeld heeft, dan heeft hij nog vaak linksback moeten spelen. En komt dan bij ADO, krijgt hij een kans en staat zijn mannetje in de Eredivisie. Maar betekent dat zo'n organisatie klopt? Dat de technische staf klopt, dat de mensen om die club heen kloppen, waardoor zo'n samenwerking en dus je talenten, nee, je moet daar ook een beetje geluk hebben als je als trainer daarin stapt, zoals Van der Ham dat gedaan heeft. Je heeft overigens een achtergrond bij Dordrecht. Ja, je hebt al eerder gewerkt. Jij ook trouwens? Ja, ik heb ook gewerkt, maar dat was alweer een lange tijd geleden. Maar het is gewoon een hele warme club. En ook de mensen dus die daar nu nog zitten, die zaten bij mij er ook al. Dus wat betreft niet Dan Bogers, maar andere mensen. Ja. Ja, dan heb je ook een beetje massa nodig. En het draait en het klikt gewoon. En dan begrijp ik wel dat ze natuurlijk moeilijk hebben om dat financieel rond te breien. Omdat ze natuurlijk met Theo Bos zitten. Dat is natuurlijk een triest geval. Ja, die nog altijd trainer is natuurlijk. Hij, ja, is niet, ja, niet, ja, interim trainer genoemd. Ja, hij staat dan, ja. Zo'n trainer wil natuurlijk graag horen van, joh, ben ik volgend jaar nog trainer bij Dordrecht, hè? Ja, en dan moet je ook creatief zijn. Ja, Theo Bos bewijst toch wel zijn waarde voor de club. Hij, ja, is met Marco Bogers een dagje bij Anderlecht geweest. Bos en Van der Brom, die elkaar natuurlijk van Anderlecht, van Vitesse kennen, moet ik goed zeggen, in Arnhem. Daar is gesproken, daar is de intentie uitgesproken om afhankelijk van de situatie bij het tweede elftal van Anderlecht mogelijk in de winterstop wat spelers van Anderlecht 2 naar de Kromme Dijk te laten verkassen. Er is gesproken over een mogelijke oefenwedstrijd in de voorbereiding op het volgende seizoen. Ja, en Marco Bogers ziet dat wel aan, grijpt dat misschien wel aan om een nadere samenwerking met Anderlecht te gaan bepalen. Waarbij ook Den Haag mogelijk dan weer betrokken wordt, zei Bogers van de week. Dat is wel aardig. ADO Den Haag, Dordrecht, Brussel, Anderlecht. Ja, Van der Brom natuurlijk. Ja, Van der Brom. Van der Brom naar Den Haag, daar liggen allemaal lijntjes. Ja. Met Lex als grote speelstraat. Nou, ja, nee, ja. Zit je straks eerst in Dordrecht en aan het weekend in Brussel zit je dan? Nou, nee. Ik kijk wel naar de tv, naar Anderlecht. Okay. Hey, eventjes naar Sparta, spelen tegen Telstar. Om de koppositie vast te houden moeten ze winnen. Ik neem aan dat dat toch niet een heel groot probleem mag zijn. Nee, maar ja, vorige week op deze plek stelden we met z'n allen vast dat ze wel even van Excelsior gingen, nou, winnen. Maar toen zei jij nog, het is een hele andere wedstrijd. Nee, maar dat is ook echt zo. Excelsior speelde trouwens goed en fris, ja, vorige week. Het was een zeer verdiende zege. Ja, kijk, Sparta moet de draad weer oppakken, weet je. Dat is waar Vonk en de zijn aan moeten werken. Om gewoon nu weer te tonen dat ze met tegenslag kunnen omgaan. Dan word je kampioen van de Eerste Divisie en kun je verder gaan bouwen aan de toekomst van die club. Maar je moet wel over deze teleurstelling heen kunnen komen met elkaar. Ja, wij nog praten over Calabro vorige week. Goede spits. Heb jij ooit nog laten debuteren in het betaald voetbal samen met Rinus Israël? Ja. Is het nou een hele goede spits?
of een spits voor het niveau Jupiler League? Ja, ik denk wel dat hij voor de Jupiler League uitstekende spits... En dat heeft hij ook bewezen bij VVV en bij ADO dan. Maar toen, wij wilden dan toch een iets betere halen. En dat is wel gelukt. Alleen, ja, hij is toen weggegaan bij ADO. Naar Utrecht gegaan, hè, om daar Utrecht, verder te ontwikkelen. Ja. Het is trouwens ook Excelsior, en dan moet ik even zeggen, tegen Cambuur-Leeuwarden. En de tweet van de week voor mij was de tweet van Excelsior. Die zeiden, Excelsior wil hogerop, zeiden ze op Twitter. Maar dat is niet zo heel lastig als je 16e staat. Kan ook niet anders. Maar moet ik zeggen, het was vorige week goed. Hè? En Rick Kruijs gaat zijn rentree maken. Belangrijk, weer een ervaren speler erbij. Ja, en winnen werkt als doping in de sport. En het heeft ook heel veel met vertrouwen te maken. Ik ben echt heel positief verrast vorige week. Ja. Ik vond ze echt goed spelen. En kijken of ze nu die opgaande lijn voort kunnen zetten. Nou is het dit weekend dus, zoals gezegd, daar begonnen we mee. Feyenoord-ADO Den Haag, de oude club van Lex Immers. Op bezoek in de Kuip. Is het nou een geschreven regel dat je mag juichen of niet tegen je oude club? Wat deed jij vroeger, Lex? Juichen. Ja, ja. Als jij scoorde tegen namens Feyenoord tegen ADO, liep jij zo... In Zuiderpark heb ik dan tegen ADO gescoord. Ja, gewoon. Je kan toch normaal juichen. Het is je werkgever. Je bent daarheen gegaan. Hij heeft bij ADO stinkende best gedaan. Hij heeft laten zien dat hij heel graag een trapje hoger wilde. Nou, dat is hem gelukt. Ja, waarom zou je niet mogen juichen? Ja, dat is een soort dingetje in het voetbal, hè? Dat spelers dat ineens niet meer gaan doen. Je kan juichen. Je kan ook helemaal zeggen van, nou, dat wil ik niet. Maar je kan gewoon, wat Koeman ook zei, gewoon ingetogen. Je bent met je spelers, daar ben je vijf maanden ben je mee samen. Je hebt bij ADO heb je wat achtergelaten, dus... Hij is nog steeds populair in Den Haag, dus... Ik zie het niet als een belemmering, hoor. Nee, echt niet. Het is een dingetje. Dus die Lex moet gewoon juichen. Die spelers moeten elkaar niet napapegaaien. Voor die vakken RS&T compleet uit zijn stekker gaan. Niet naar het uitpubliek lopen zondag. Nee, moet je even niet doen. Dat moet je niet doen. Maar gewoon lekker blij zijn als je scoort. Hoort toch bij sport. Ja, maar mooi was het. Koeman ja, ook als echt. Als ze de kans krijgen natuurlijk. Ja, misschien. Jij hoeft ook op gelijk spel, of niet? Of denk je dat het een stunt zoals vorig jaar? Nee, niet zoals vorig jaar. Want vorig jaar was het, dat is gewoon 0-3. Toen speelde nog Fernandes mee. Ja. Rechtsback die Mario Been binnengehaald had. Nou, die gaf al de eerste goal zomaar weg. Ja, en dan waren Voek en Voek beide betrokken bij de 2-0. Ja. En Feyenoord had eigenlijk niet zoveel in de melk te brokken. Maar ADO is wel een ploeg die uit heel goed doet, hè? Ja. Het is wel een ploeg die een beetje... Nou ja, Feyenoord moet er wel rekening mee houden dat ze toch een redelijk gemotiveerd ADO tegenkrijgen. En ze hebben natuurlijk de uitwedstrijden bewezen dat ze moeilijk te verslaan zijn. Ook tegen Twente. Tot die rode kaart van Sherry, tot de rode kaart was het gewoon allebei niet veel kansen gecreëerd, maar het bleef toch 0-0. Ja. Dat zegt natuurlijk ook wel wat over Twente, maar het zegt ook genoeg over ADO. Het staat achterin goed bij ADO, dat mogen we concluderen. Ja, dat mag je wel concluderen, ja. Goed, dan wordt het een mooie wedstrijd dit weekend. Nee, hartstikke leuk. Leuke ontmoeting. En ik zei net al, volgende week zondag thuis tegen Groningen, woensdag naar Heerenveen. Ja, dit is een week van de waarheid, is weer zo'n cliché, maar wel een heel belangrijke week. En in de groep leeft wel degelijk die revanche-gedachte. Koeman vindt dat onzin, maar Immers zei het vandaag, Mulder zei het vandaag, ze willen allemaal revanche voor die 3-0 nederlaag van een jaar geleden. We gaan kijken of dat gaat lukken. Dat ziet u en dat hoort u dit weekend op Radio Rijnmond. Komende zondag is er weer een nieuwe FC Rijnmond. Volgende week vrijdag zijn we er ook weer. Dan zit hier Johan Derksen op de plek van Lex Schoenmaker. Lex, dank je dat je was. Jan-Dirk, jij ook. Zie je volgende week weer. En u ook. Tot dan.